Hallo, mijn naam is Peter de Smiteren van de Smiteren Marketingadvies. Deze video is er voor wie het maximum wil halen uit zijn e-mailcampagnes. Er zijn winkeliers die vaak aan het begin staan van een e-mailmarketingkennis. Er zijn er die al wat doorgedreven campagnes naar verschillende doelgroepen doen. En dan is er een reeks van ondernemers die al een stukje verder zit en die willen echt het maximum uit hun campagnes halen. Die willen een stuk verder gaan, zowel technisch, zowel qua doelgroepen, qua boodschappen. Voor hen geef ik in deze video een aantal optimalisatietechnieken. Zet AB-testing in. AB-testing is een techniek waarmee je e-mailcampagne opsplitst in twee stukken. De ene helft van je e-mailcampagne die ga je versturen onder een bepaalde vorm. Dat kan een andere template, dat kunnen lichte verschillen zijn, bijvoorbeeld een rode button in plaats van een groene button als inschrijving. En de andere helft van je campagne, die ga je versturen met de tweede template. En dan ga je het effect van die twee gaan bekijken. Op die manier kun je perfect gaan weten of bijvoorbeeld een lange tekst beter werkt dan een korte tekst. Of een groene button beter werkt dan een blauwe button. Of vier artikelen in één nieuwsbrief, of die sterker zijn dan bijvoorbeeld twee artikelen met een heel concrete tip in. AB-testing kun je doen doorheen de volledige duurtijd van je e-mailcampagne. Meten is weten. Dat betekent dat je data, dat je je statistieken uit je e-mailmarketing software ontzettend kunt aanwenden om je e-mailcampagnes te gaan verbeteren. En een tip die ik u daarbij geef is om commerciële mensen te gaan betrekken bij dit proces. Zo ken ik een voorbeeld van een interieurbedrijf die na elke e-mailcampagne zijn drietal verkopers inlicht over de data die verzameld is via de e-mailcampagne. Wie heeft hem geopend? Wie heeft wat gelezen? En op basis van die data gaan de verkopers aan de slag en gaan ze hun klanten op hun manier, met hun technieken, gerichter gaan benaderen. En zo krijg je dus een mooie symbiose tussen e-mailmarketing en verkoop. En die verkoop kan zowel in als buiten de winkel zich doorzetten. Dus je kunt statistieken, je kunt data uit je e-mailcampagnes, kun je ontzettend gaan gebruiken om informatie, om acties, om bepaalde zaken en technieken na de campagne te gaan inzetten. Een heel interessante optimalisatietechniek is het gebruik van sequenties. Een sequentie is een reeks op één volgende e-mailings, die u bijvoorbeeld kunt inzetten wanneer een klant zich voor de eerste keer inschrijft op uw lijst. Of wanneer een klant voor de eerste keer een bepaald merk gaat kopen. Dan gaat u in uw e-mailmarketing software een reeks e-mailings na elkaar doen versturen. U kunt dat automatiseren. Veel software laat dat toe. Dat betekent dat u dat niet manueel moet instellen. Op basis van het e-mailgedrag van de klant en op basis van zijn inschrijving op uw lijst gaat de klant of de prospect een aantal opeenvolgende mails gaan krijgen. En een laatste optimalisatietip is het gebruik van transactionele mails. En dan zitten we in de sfeer van marketing automation. Marketing automation betekent dat uw mailsysteem automatisch één bepaalde mail gaat versturen wanneer iemand een bepaalde actie heeft ondernomen. Dat zou bijvoorbeeld het bezoek aan een bepaalde pagina op uw website kunnen zijn. Of dat zou het invullen van een bepaald formulier kunnen zijn. Het downloaden van een checklist, het inschrijven voor een event. Maar dus afhankelijk van de actie gaat u een bepaalde e-mailing gaan versturen. En dat kan één op één gaan of dat kan in een batch gebeuren. Maar op die manier kunt u zeer geautomatiseerd en ultra persoonlijk aan e-mailmarketing gaan doen. Dus hiermee gaan we helemaal weg van het e-mailmarketing gebeuren als advertenties, brede boodschap naar een brede doelgroep, naar het één op één gebeuren binnen e-mailmarketing. En dat is echt e-mailmarketing ten top.